Het beleid van de gemeente Winterswijk is erop gericht om meer toeristen en recreanten naar Winterswijk te trekken. Recreanten bezoeken de gemeente met name vanwege het fraaie landschap. En plaatsing van windmolens heeft daar impact op. Er is een onderzoek in Friesland dat spreekt van een afname van zelfs 30%. Er zijn veel plekken in Nederland die niet die grote afhankelijkheid hebben van toeristen. Samengevat, er zijn veel valide argumenten om windmolens niet in Winterswijk te plaatsen. Maar wat zou Winterswijk dan moeten doen? Winterswijk zou nu ambitie moeten tonen. Energie neutraal worden door domweg ons landschap vol te zetten met windmolens is niet ambitieus. Zeker als je realiseert dat de windmolenbranche niet meer aan draagvlak doet en dat het landschap zich maar moet aanpassen aan de molens. Ja, u hebt de deskundigen dat vorige week echt horen zeggen. Windmolens is eigenlijk iets voor luie bestuurders. Grote stappen, snel thuis en geen oog voor de negatieve bijwerkingen. En laten we eerlijk zijn, dat past toch totaal niet in de wijze waarop dit college en onze gemeente met haar inwoners omgaat. Maar dan moet de gemeenteraad het college wel de juiste kaders meegeven en duidelijk uitspreken wat ze wil. Winterswijk kan nu ambitie tonen door een keuze uit de energiemix te maken die wel passend is voor Winterswijk. Een keuze die onze doelen op het gebied van leefbaarheid, het nationaal landschap en toerisme niet aan de kant schuift, maar rekening houdt met conflicterende belangen. En ja, zonder de windmolens moeten we creatiever worden en moeten we harder werken om onze doelstelling te behalen. Iedereen in de provincie krijgt te maken met de overgang naar duurzame energie. Die overgang zou juist draagvlak moeten hebben van de bevolking. Van Dijk zegt dat hij het draagvlak onder de bevolking van groot belang vindt. Dat betekent niet dat hij wacht tot de laatste tegenstander overtuigd is. En vandaar dat D66 met deze motie met de steun aan deze motie een signaal af wil geven dat windmolens niet passen in ons unieke kleinschalig landschap. Ik dank u wel. Het namelijk niet maken dat we die toekomst verpesten door hun leefomgeving te gronden te richten en alle brandstoffen op te maken zonder daar nieuwe energiebronnen tegenover te stellen. De doelstelling van energieneutraliteit uiterlijk in 2030 maakt dan ook deel uit van een verduurzamingsprogramma waarin groene energie centraal staat, zoals zonne-energie, maar ook windenergie. Tegen deze achtergrond is het niet alleen opvallend dat de VVD op voorhand al windmolens op Winterswijks grondgebied wil uitsluiten. Afspraak was dat we in het kader van deze discussie eerst experts aan het woord zouden laten en dan pas nadere keuze zouden maken. De VVD heeft die discussie en dus eventuele argumenten niet willen afwachten en al meteen een verbod op windmolens voorgesteld, een paar weken geleden al. Dit terwijl inmiddels keer op keer is aangetoond en benadrukt dat voor het behalen van de doelstelling, waar ook de VVD haar handtekening onder heeft gezet, alleen zonnepanelen nooit toereikend zullen zijn. Daarmee wil nog steeds niet gezegd dat windmolens per se moeten, maar op voorhand uitsluiten van windmolens is hetzelfde als tegen je kinderen en kleinkinderen zeggen, klopt, om jullie toekomst te redden kunnen we misschien niet zonder, maar we doen het niet. En waarom niet? Wat zeggen we dan tegen onze kinderen? Omdat de VVD vindt dat windmolens niet thuis horen in Nationaal Landschap Winterswijk. Inderdaad, hetzelfde Nationaal Landschap waar de VVD een paar jaar geleden nog fel tegen was, omdat boeren de ruimte moesten hebben om te boeren. En nu... Wij zijn teleurgesteld in onze coalitiepartner de VVD. We kunnen niet alles met elkaar eens zijn en dat hoeft ook niet. Maar we vinden het wel jammer dat we de aankondiging van deze motie via de krant moesten vernemen. Evenals de aankondiging van gratis zonnepanelen voor de inwoners van Winterswijk. Nu nog beginnen. En ja, we weten dat de energievisie nog een heel traject in moet. Maar we willen u toch met klem verzoeken. Kijk heel erg goed naar effectiviteit en draagvlak. Want alleen dan kun je heel veel bereiken. En we hebben al gehoord van de VVD, van WB en van CDA, dat ook zij hameren op bijvoorbeeld maatregelen als het verduurzamen van woningen bij mensen die oudere huizen hebben, maar zelf de lasten van duurzaamheid maken niet kunnen opbrengen. Nou, zo zijn er ook vorige week in het GKC meer zaken de revue gebaseerd die wel kunnen rekenen op draagvlak, wel effectief zijn en dus op korte termijn kunnen. De enige voorwaarde die op dit moment gesteld wordt binnen de provincie om mee te werken aan zo'n provinciaal inpassingsplan is het draagvlak
onder de bevolking. Geven wij nu niet als gemeente duidelijk aan dat wij geen windmolens wensen op ons grondgebied, dan gaat de provincie er hoogstwaarschijnlijk automatisch van uit dat er vanuit de bevolking geen bezwaren te verwachten zijn. Daarnaast, windmolens bieden maar een fractie, dat hebben we ook gehoord op de expertavond, maar een fractie van de energie die we nodig hebben om energie neutraal te worden. De SP-fractie pleit dan ook voor het verder uitwerken van een energievisie, veel meer benadrukken van besparing, veel meer kijken naar samenwerking tussen mensen, samenwerking tussen partijen, tussen gemeenten, bedrijven en particulieren. Volgens mij komen we daar een heel eind mee. Wij steunen de motie van de VVD. Dank u wel. Goed, bedankt. Dan zijn we rond. Wethouder Kommers. De verleiding is ook voor een portefeuillehouder groot om hier natuurlijk erg inhoudelijk op te reageren. Maar dan zou ik dus meedoen aan iets wat ook naar de mening van het college geen recht doet aan de zorgvuldigheid. De zorgvuldigheid die u in uw procedure die heeft afgesproken met uzelf in acht wil nemen. Dus voorzitter, vergeeft u het deze portefeuillehouder dat hij in deze op dit moment niet inhoudelijk zal reageren. Behalve dan dat iedere reactie die gegeven wordt op iedere voorstel aangaande energieopwekking of besparing meegenomen wordt en een plek krijgt in het hele proces, het zorgvuldige proces wat u voor uw burgers en voor uzelf ter besluitvorming besproken heeft en vastgesteld heeft. En het college hecht eraan aan die zorgvuldigheid en hecht er ook aan om dus niet op voorhand besluiten te nemen die een verdere afweging zouden kunnen frustreren. En daarmee ontraadt het college deze motie. Dank u wel. De SP-fractie? Voor. De VVD-fractie? Voor. De CDA-fractie? Tegen. De D66-fractie? Voor. De PvdA-fractie? Tegen. En de WB-fractie? Tegen. Dan is volgens mij de motie verworpen met 7 stemmen voor en 12 tegen. Zo is het, hè? Goed, dan trek ik die conclusie. Daarmee is dit onderwerp dan afbehandeld. En dan geef ik de vrijheid aan de mensen die alleen voor dit onderwerp kwamen om de tribune te verlaten. Maar je mag natuurlijk ook gerust blijven.